Het is heerlijk om applaus te horen in een stadion en dat er publiek op de tribunes zit. Ook al is het stadion dan alles behalve vol. We zien Pavlidis, de spits van Willem II vorig seizoen. Goed voor 11 goals in 26 wedstrijden. Het is de wedstrijd tussen de nummer 5 en de nummer 13 van het vorig seizoen. En we zien onder in beeld de opstelling van de tricolores. Met onder de lat dus Conner van den Berg, 19 jaar. Hij moet zijn eredivisie debuut nog maken. Heel veel bekende namen bij Willem II. Dries Sadiki ontbreekt nog. Hij heeft last van een hamstringblessure. En dus op het middenveld Gürkem Saglam. Daar zien we de scheidsrechter. Paul van Boekel, die heeft inmiddels de tos gedaan met Jordens Peters en Danny Post. En dan de opstelling van VVV, die kent u inmiddels ook. Kirschbaum onder de lat. Achterin Pagonik, Swinkels en Koen. Nieuweling Schmitz is de nieuwe linksback. 31 jaar. Op het middenveld Lindhorst, Post en Jansen. En voorin drie nieuwe namen. Joshua John, hij is op proef. Arias is gekomen van Emmen. En Guus Hupperts, oudspeler van Roda en AZ. En in het verleden ook al actief overigens voor Willem II. Vorig seizoen Lokeren, nu VVV Venlo Hupperts. Nelom. Willem II mist dus Ruiter, mist dus Sadiki, mist ook nog Elton Kabangu. En Justin Ogenia. Kans om uit te halen. Maar die bal is voor Kirschbaum. Aardige poging van Gürkem Saglam. Pavlidis. Voor het eerst VVV serieus in de aanval. Met een aardige knal zeg. Van Arias. Daar was Conner van den Berg kansloos, de keeper van Willem II. En dan zit hij er bijna in. Prima uithaal van de spits die vorig seizoen geen enkele keer scoorde voor Emmen. Jafar Arias. Pagonik. Goed, Hupperts. VVV komt eraan. Lindhorst. Aardig gezien. Weer een schietkans wellicht voor Jansen. Hij kiest voor Joshua John. Het is natuurlijk ontzettend snel. Goede bal van John en die zit erin. Prima kopbal van Lindhorst. En VVV staat op voorsprong hier in Tilburg. Zo laat Joshua John, de speler die op proef is, in Venlo zich zien met een hele bruikbare voorzet. Op maat voor Evert Lindhorst, die toch ook niet echt te boek staat als een groots kopper. Maar hij kan het, want hij knikt deze keurig via de binnenkant van de paal buiten bereik van den Berg binnen. En dan is het 0-1 binnen 10 minuten. Moet natuurlijk Stan Valks en Hans de Koning en alle anderen bij VVV zien te overtuigen. Keulert. Oh, goed gedaan. Pavlidis. Hoek lastig. Nunnely nog. Bal van de lijn gehaald. Geen hands. Zegt Van Boekel. Dit scheelde niet veel. Weer Pavlidis. Heerkens. Nunnely. Opgepikt Joshua John. Saglam wint uiteindelijk. Pas van Mike Trezor en Dachimie. En het schot van Nelom. VVV is slordig. Jonk.
Goed gespeeld meteen. Nunnally iets te ver voor zich uit, maar toch nog bijna de goal. Zijn volgende kans. Alles behalve saai in het eerste kwartier hier in Tilburg. Keulert. Verdedigd door Lucas Schmid. Prima steekpas dit. En dus 1-1 zou je zeggen, maar de redding van Kirschbaum. En geen goal. Kans voor Mike Trezor. Arias. Holmen zit er bovenop. Pavlidis. 1-1 kan toch niet uitblijven. Maar Willem II springt nog te slordig met de kans om. Peters. Nelom. Aardige actie. En een kans. Voor Pavlidis. Keulert. Niet heel veel van gezien. Dit doet hij goed. Voorzet Nelom. Overstapje van Mike Trezor. En het schot van Gürkem Saglam. Pavlidis. Nunnally. Die het toch maar weer probeert. Kleine 2000 toeschouwers in het Koning Willem II stadion. Jonk. Zo is het al geruime tijd eenrichtingsverkeer. Maar krijgt Willem II het maar niet voor elkaar om die gelijkmaker te produceren. Lindhorst. Eindelijk is VVV weer eens van de eigen helft af. Hupperts, Arias voor de goal. Richting tweede paal, voorzet goed. En een kopkans voor Jafar Arias. Zo moet VVV het inderdaad doen. Fractie te hoog de voorzet van Hupperts. Stam Valks met daarachter Martin van Geel. Joris Matthijssen. Oh, Koem kan vrij koppen. En die bal wordt spectaculair van de lijn gehaald. Door Nunnally notabene. Toch de kleinste zo'n beetje van het stel, samen met Keulert. Het leek een vrij mislukte corner, maar hier een vrije kopkans. In de ploeg gekomen zijn Owusu, Vriet, Van den Bogert, Keun en Spierings bij Willem II. Saglam. Keun. Trezor. Riet. Hard geschoten. Bal nog getoucheerd. Hoekschop voor Willem II. Korte corner. Keulert. Goed neergelegd. En het zijnet gevonden. Door Riet. Die linksback. Die dus ook kwam van Bayern. Derek Keun weet precies hoe Riet de ballen wil hebben. Van den Bogert. Riet, goede combinatie door het centrum en de goal. Hele goede goal van Willem II. Verdiende gelijkmaker. Combinatie met Wesley Spierings. En het eerste doelpunt voor de nieuwe spits. Gekomen van de tweede helft al van Bayern München. Kwasi Riet. Zo zit het in de voorhoede wel snor bij Willem II. Als je kijkt wie ze daar allemaal hebben lopen. Nunnally. Prima combinatie. Tackle van Koem, strafschop.
voor de overtreding op Derrick Keun. Koen begrijpt het niet, maar Van Boekel legt de bal op de strafschopstip. Een penalty voor Willem II. Hele goede actie weer. De samenwerking tussen die twee nieuwelingen is voortreffelijk. Tackle is wat aan de late kant van Christian Koen. Mike Tresor. En dan kan Willem II op voorsprong gaan komen. En dat gebeurt ook. En dan wordt het nu heel onoverzichtelijk. Met bij Willem II vier nieuwe gezichten. Maar wie gaan er in de ploeg komen bij VVV? Georgios Yakoumakis is in de ploeg gekomen, de nieuwe spits. Overgekomen van AEK Athene voor VVV. Oeh, dit is riskant zeg. Gladon kan meteen scoren. Redding Kiersbaum. Geklungel achterin. Van Tristan Dekker. Van die geeft de kans weg. Dat is zijn eerste actie. Ook die van Gladon natuurlijk. Hier Dekker. Zonder te kijken. Kun je natuurlijk nooit doen. Op de tweede paal. Kopbal van Yakoumakis. Nieuwe spits dus. 25 jaar. Komt van AEK Athene. Speelde Champions League voetbal. Daalhaus, Riet. Keun aan de buitenkant. Riet sterk aan de bal. En een hard schot ook. Dat is echt een aanwinst voor Willem II. Dat kun je nu al zeggen na een korte invalbeurt. Willem II verslaat VVV. 2-1 voor Willem II en beide coaches zullen flink wat hebben opgestoken van dit duel. Adrie Koster zal weten dat de spelers die erachter zitten, dat die echt wat kunnen. En dat het kiezen wordt voor komend seizoen. Voor 12 september als de eerste serieuze competitiewedstrijd op het programma staat. En Hans de Koning zal weten dat de jonge spelers van VVV er misschien nog wel niet helemaal klaar voor zijn. Obviously, there are high expectations when you come from Bayern. Were you kind of nervous today? No, I think I wasn't that nervous because it's like it's a football game. The coach said to me, I should enjoy the game. And yeah, it was good. The players helped me on the field. I tried to help them. And yeah, I think it was a good game. Also in the first half, but we didn't score in the first half. But we had good opportunities. But in the second half we scored, so I think it's normal that we won. Er zijn natuurlijk altijd verwachtingen bij dat soort jongens, die komen van een grote club. Hij maakt echt een goede indruk. Het wordt kiezen straks voor je hoe je het gaat oplossen allemaal voorin. We spelen zoveel wedstrijden dus. En ik heb nog een flauw idee om heel eerlijk te zijn. Dus we zitten in onze derde week. Dus we gaan gewoon door op de manier zoals we nu doen. En dan zal uiteindelijk er wel een keuze gemaakt moeten worden. Wat heb je geleerd van vandaag? Nou, dat het best wel lastig is om weer een maandje of vijf te mogen voetballen met elkaar. Hè? Je ziet gewoon een stukje ritme. Maar uiteindelijk best wel tevreden over de eerste fase. Dus mooi om te zien omdat je eerste wedstrijd is. En uiteindelijk, weet je, het resultaat doet er niet zo toe. Maar je ziet heel veel dingen. Hè? Ook met af en toe in de laatste fase van de eerste helft. Net even wat te laat in de tackles. Maar dat heeft puur te maken met ritme. We zijn een week weer onderweg. Dus het was wel lekker om te voetballen.